Zaterdag 20 augustus stond de gehele gemeente Altena in het teken van de Vuelta. In de bermen stond het rijen dik aan mensen vanaf de Heuzense brug bij Wijk in Aalburg tot aan de Wilhelminasluis in Andel. Wielrenliefhebbers konden hun hart ophalen. Sommigen waren er dan ook al heel vroeg bij. Ja, jullie zijn in alle vroegte al helemaal klaar voor de La Vuelta. Wij zijn vroeg op pad gegaan om hier op tijd te zijn, zodat we echt helemaal niks missen. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Breda. En dan komen jullie hier alvast een voorproefje nemen op de La Vuelta voor morgen. Dit is ons voorproefje voor morgen inderdaad. En dan kunnen we morgen ook weer lekker op het gemakje in onze eigen gemeente gaan kijken. Hoe lang zijn jullie al te wachten? Vanaf half 1. Komt geweldig. Ik kijk hier al 2 jaar naar uit. Het is natuurlijk verleden jaar niet doorgaan door de corona. Dat was al een teleurstelling. Ja, natuurlijk. Dat is de tweede keer dat we ze zien. Eerste keer de Tour de France en nu de Vuelta. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, het was leuk, mooi om te zien. En wanneer zien we jullie in zo'n grote koers? Ik denk het niet. Ik denk dat wij al in een andere koers zijn als ze. Wij hebben de slag gemist. Voor de gemeente Altena is het erg bijzonder om een groot internationaal wielerevenement door Altena te krijgen. Dit is een enorme opsteker. Altena is ook echt een wielerkern. Veel mensen die op de fiets zitten. En die zijn ook enorm trots dat zo'n hele evenement ons voorbij raast. En ik denk dat het voor de streek ook een hele grote boost is. Want als je ziet wat voor mensen dat hier naar buiten komen, dan leeft het wel. Ja, ja. Marianne Vos is er zelf niet bij. Waar is Marianne? Die zit in Sierra Nevada op trainingskamp. Die is aan het voorbereiden voor het WK in Australië. En dat vergt lange tijd, dus ik denk dat ze 4 weken zit. En ze heeft wel gezien van het spandoek van gisteren wat we opgehangen hebben bij Timmermans. En het was wel een mooi iets om te zien vanaf de kant van de weg. En het was... Nou ja, ik heb het al eerder gezegd, sporten met elkaar verbindt, maar sport kijken met elkaar verbindt ook. En ik vind het een prachtige PR-machine, wereldwijd zeg maar, voor de regio. Ja, ik denk wel dat als zo'n evenement, ongeacht wat voor soort evenement, er komen best wel veel evenementen in Altena. Als je goed oplet, zijn er nog veel meer sportevenementen, misschien niet allemaal Vuelta karakter en niveau. Maar het gaat erom om mensen te inspireren. En misschien is dan zo'n dag met aanloop ernaartoe en alle mits en maars, dat dan toch iedereen zegt van ja, eigenlijk was het wel leuk. Nou, het is een prachtig evenement, hè. En dat in Nederland, Vuelta, met een Nederlander in de rode trui, door de geboortegrond van Marianne Vos, met zoveel mensen die wielerliefhebber zijn op de achtergrond. Nou, prachtig weer, fantastische dag. We hebben nu de Vuelta. Wanneer komt de Tour de France? Ja, dat weet ik niet. Er zullen toch grote steden zullen daar een bod voor moeten doen. Want ik heb in de cijfers gezien, dat kost echt miljoenen. Nou, Altena heeft best wel wat te maken. Maar de wethouder financiën een beetje kennen. Gaat dat Altena te ver. Maar, daar moet nog veel voor gelobbyd worden. Daar moet nog heel veel voor gelobbyd worden. Maar als er een stad in Nederland weer dat gaat organiseren, dan zullen wij zeker onze vinger opsteken om te zeggen van nou, laat ook maar een stukje van die route door ons prachtige Altena heen lopen. Naast veel toeschouwers waren er ook boerenprotesten. Veel boeren maakten tijdens de rit hun standpunt duidelijk. Dat is een goed overleg gegaan. De boeren hebben zich netjes van de week gemeld. En overleg met de politie, de Vuelta en de mensen van het veiligheidsteam. Het is een goede locatie bepaald waar ze goed hun geluid kunnen laten horen. Zoals dat ook hoort in een democratisch land. En nou, zo gaan we met elkaar ook om. De tweede etappe is zo'n 175 kilometer lang. En begon zaterdagmiddag om 2:05 in Den Bosch. Via de Heuzense brug kwam de Ronde van Spanje de gemeente Altena binnen. Vanaf de Heuzense brug volgde de rit langs Wijk in Aalburg, Veen, Giessen en Andel om uiteindelijk rond 2:30 weer via de Wilhelminasluis Altena te verlaten. Sam Bennett uit Ierland heeft de etappe die dwars door Altena ging gewonnen. Mike Teunissen is de nieuwe rode truidrager na de etappe.